morning guys, het is vandaag vrijdag en ik heb net de kinderen even snel klaargemaakt voor school en voor de opvang. En Dwayne heeft ze nu net afgezet. Hij is nu door naar de kapper en ik ben hier thuis met Lori, die we straks ook gaan wegbrengen samen. Want wij gaan naar Maastricht in de middag met z'n tweetjes zonder de kinderen even een nachtje weg. Want wij waren afgelopen woensdag 14 jaar samen alweer en... ieder jaar doen we eigenlijk wel iets. Dan gaan we met z'n tweeën gewoon erop uit. Maar meestal gaan we dan in een hotel en dan de volgende dag de stad in om te wandelen of zo. Maar ik zei tegen Dwayne, laten we nu gewoon iets van een activiteit eraan vastplakken. In plaats van dat we weer doodloos in de stad gaan lopen. Dus we gaan dan vandaag naar Maastricht. Daar gaan we dan overnachten. En dan vlakbij heb je Landgraaf. En in dat plaatsje ligt de grootste indoor ski van de Benelux. Dus daar gaan wij dan skiën en hij snowboarden. Heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat ik het nog een beetje kan. Ja, ik denk het wel, want ik ben vanaf kleins af aan al ieder jaar gaan skiën met mijn ouders. En de laatste keer is denk ik 3 jaar geleden dat ik op ski stond. Ik heb er echt heel veel zin in en ook vind ik het heel gezellig om met hem een activiteit te doen in plaats van, wat ik al zei, de stad. Ik ga nu eerst heel even voor mezelf ontbijt maken en dan ga ik douchen, mezelf klaarmaken, de tasje inpakken voor de kinderen. En dan vanmiddag, als we Nela hebben opgehaald van school, dan brengen we Nela en Lori bij mijn schoonmoeder. En Lori blijft dan bij mijn schoonmoeder slapen. Nela gaat bij mijn zusje slapen en... Juna die gaat bij mijn schoonzus slapen. Dus iedereen is zo verdeeld over een ander gezin. Want anders dan wordt het misschien te veel voor 1 iemand. 3 kinderen. Dus ik moet 3 tassen inpakken. Ik ga als ontbijt een havermoutje maken met appel. En rozijnen. Dan doe ik dat allemaal in de pan. Of in zo'n klein pannetje. Kleine stukjes. Ik heb de appeltjes in de pan gedaan en dat ga ik dan nu met kaneel en boter even laten garen. En dan straks gaat de melk erbij en de havermout. De havermoutpan maak ik even apart met amandelmelk, havermout en een beetje kaneel en honing. Zo. En om het af te maken doe ik er nog wat pindakaasdrizzler overheen. En chiazaadjes. Niet te veel, gewoon een klein beetje. En deze is trouwens verkrijgbaar bij de Albert Heijn. Is echt heel lekker. Ik maak dat zo af. Thank me later. Zo. En dat is mijn ontbijt voor de dag. Met nog een gembershotje erbij van Albert Heijn. De Ginger Passion. Dat is echt een hele lekkere. Met gember, passievrucht, appel en citroen. Die halen we echt iedere week. In de aanbieding zijn ze ook vaak. Wat een mooi speeltje heb jij. Ga je spelen. Ik heb voor jullie weer even een snelle shoplog voordat we gaan vertrekken. Namelijk weer van Chiquelle. Daar heb ik een tijdje geleden ook wat items van laten zien die ik had besteld. En nu heb ik weer een samenwerking met hun en mocht ik ook voor jullie een kortingscode gaan delen. Of tenminste met jullie delen. En die kortingscode zet ik even hier in het scherm erbij. Mocht je daar iets willen bestellen, dan kan je die gebruiken. Maar ik ga alles natuurlijk ook even aantrekken en aan jullie laten zien hoe alles valt. Want ik heb het nog niet eerder aangehad. Behalve deze. Maar deze items nog niet. Dus die ga ik even aantrekken en het aan jullie in de spiegel laten zien. Dit is het eerste item van Chiquelle. Echt een super mooie zwarte jurk. Die best wel lang is, wat echt top is. Want ik heb best wel veel zwarte jurkjes die te kort zijn. En deze die kan je gewoon altijd dragen naar nette gelegenheden. Of als je een avondje gaat stappen. Of gewoon in de zomer met leuke sneakers eronder. Ik vind het echt helemaal leuk. Die bandjes vind ik ook heel mooi. Ze zijn echt heel dun. En de stof is ook mega fijn. Hij zit echt heel mooi om het lichaam ook, zoals je kan zien. Ik ben hier heel blij mee. Dit is echt nog zo'n typische jurk die ik nog niet in mijn kast had hangen. Maar waarvan ik nu denk van oké, iedereen moet deze gewoon in zijn kast hebben hangen. Ik heb over de jurk heel even deze trui aangetrokken. Die wilde ik je ook laten zien. Echt een super leuke trui met erop Monaco in het donkergroen. En serieus, de kwaliteit van deze trui en de stof is super nice. Hij zit heel lekker en hij is ook een beetje oversized. Wat ik wel leuk vond, omdat je dan een high-waist broek aan kunt trekken en hem dan een beetje zo erin kunt proppen. Ik heb nu dan heel charmant die rok eronder, maar jullie snappen het idee van een jeans eronder. Ja, deze gaat sowieso ook mee in mijn koffer, want morgen gaan we skiën en ik wil daarna lekker een comfy outfitje aantrekken. Dus dit met een zwarte legging of zo, of met een beige legging is ook wel vet. Dus dat is deze Monaco trui. Oh my god, you guys. Dit is echt mijn favoriete item van alles wat er binnen is gekomen. Hoe mooi is dit? Gewoon hoe die is uitgesneden, de kleur,
alles klopt gewoon aan deze top. Ik ben hier echt heel, heel, heel erg blij mee. Een 10 out of 10. Oeh, maar deze is ook echt heel erg nice. Zo'n off-shoulder, scheve top, zeg maar. En die kan je dan een beetje in je broek doen. Want anders dan zit hij wel iets te lang, vind ik. Maar die stof is echt niet normaal nice. Een heel luxe silky white stofje. En het geeft echt een hele heerlijke vibe. Voor een date night of voor een avondje uit met vriendinnen. Ik vind hem echt helemaal geweldig. En dan heb ik hier nog een jurk waar ik ook heel enthousiast over ben. Namelijk deze marble dress. En ik vind die kleuren die er doorheen verwerkt zijn echt heel nice. En dan zit hier een soort van top nog overheen, zo schuin. Dat zit er dan aan vast. En hij is een beetje see-through, wat hem heel mysterieus maakt. En classy, alles eigenlijk. Het is gewoon echt de perfecte marble dress. Ik vind hem helemaal fantastisch. Die kleurencombo is echt on point. En hij zit ook heel lekker. Er zit echt wel wat stretch in, zeg maar. Oké, I think we have a winner. Hoe mooi is deze rode jurk? Dit is toch echt perfect voor op vakantie of als je een date night hebt. Eigenlijk voor ieder avondje uit eten wil je dit wil je toch gewoon aan. Ik vind de kleur rood ook echt perfect. En die cutouts die hier zeg maar zit en hier aan de zijkant maakt hem toch net even wat meer speciaal. I love it. Echt heel nice is die. Nou jongens, zoek niet verder naar de perfecte zwarte top, want ik heb hem voor je gevonden. Echt, hoe mooi is deze in een jeans of onder je blazer. Gewoon zo'n goede basic zwarte top. Die hebben ze volgens mij ook in andere kleuren. En hij zit echt mega comfy. Sluit perfect aan op het lichaam. Ik ben hier echt heel blij mee. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item wat ik jullie wil laten zien. Dat is deze super mooie two-piece set in nude kleur. Hoe mooi als je in de zomer wat bruiner bent. Nu ben ik echt super bleek in de winter. Maar met een slippertje eronder. Ik vind dit echt gewoon helemaal leuk en lekker. Ook voor thuis. Het enige is dat je er wel echt een huidskleurige BH onder moet doen. Want anders schijnt hij een beetje door. Maar voor de rest is hij echt top. De stof is ook heel lekker luchtig. Ik vind hem echt helemaal leuk, dit setje. Nogmaals, jullie kunnen dus mijn kortingscode gebruiken bij Chiquelle. En dat is Manon25. Die geeft je 25% korting op alles. Met uitzondering van sale. En alle linkjes van alle items staan in de beschrijving hieronder. Lori ligt lekker te slapen. En ik ben hier alvast eventjes al haar spullen aan het klaarleggen. Voor het uitlogeren. En dan ga ik ook voor Nela en voor Juna gelijk even hun spullen inpakken. Dan is dat in ieder geval gedaan en dan kan ik me daarna gaan klaarmaken. Anders dan ga ik dingen vergeten. Oké, jongens, wij gaan er vandoor. Ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. We hebben alle spullen in de auto zitten. We gaan nu Nela en Lori wegbrengen en dan door naar Maastricht. Dit is de outfit. Deze is van Chiquelle, naked, leggings Stradivarius en mijn Uggs eronder. En comfortabel aangezien we twee uur in de auto zitten. Nou, we zijn intussen aangekomen in Maastricht. We hebben echt, ik denk 3 uur erover gedaan om hier te komen. Want er was heel veel file. Het is natuurlijk vrijdag. Maar dat was nog niet eens alles. We kwamen hier aan en er blijkt dus carnaval te zijn dit weekend. En precies waar het hotel zit is dat plein. Hoe heet deze straat ook weer? Dween Vrijthof of zo? Vrijthof. Dus wij, aan de andere kant van het hotel kijk je uit op dat plein waar het echt mega druk is op dit moment. En hier in onze kamer hoor je het ook wel een beetje, de muziek van het plein. Dat is volgens mij tot maandag of dinsdag of zo hier aan de gang. En uitgerekend nu, als wij hier zijn, heb je die herrie. Maar goed, op zich, wij slapen aan de andere kant van het hotel. En heb je hier niet heel veel last als aan de voorkant zou slapen. Maar we hebben onze badjassen aangetrokken, want we gaan lekker even naar de spa. Net heerlijk gegeten bij een restaurantje Noon. Nee, Noon heet het, hè? Noon restaurant. En ik heb een cocktail op. En ik ben dat zo niet gewend, dus mijn ogen zijn helemaal klein ervan. Maar we hadden de spa geboekt om 8 uur. Dus we gaan nu naar beneden en lekker even chillen hier in de spa. En dan lekker genieten de rest van de avond van de rust zonder kinderen die nu uit logeren zijn. En dit is trouwens onze kamer. Echt een super mooi hotel. Volgens mij ook vrij nieuw. Ik zal de naam even hier in beeld brengen. Niet gesponsord, maar wel echt heel netjes is het hier. Dit is de badkamer.
geen bad, helaas, dit keer. Want er waren echt bijna geen kamers meer vrij. En dat komt natuurlijk omdat het carnavalweekend is. Dus dat verklaart ook waarom er heel weinig hotels te vinden waren. Dit was eigenlijk de enige die overbleef. Maar echt een supermooi bed. Uitzicht was ook wel nice. Dat laat ik jullie morgen even zien. En wij gaan nu lekker chillen, toch? Oh, hier staat de naam ook op van het hotel. Dit is het hotel. Ja, gaan we het? Gaan we zwemmen? Kunnen we gaan. Oké. Okay. Niet meer naar het toilet? Nee? Let's go. Oh my god, het is hier echt super mooi. Niet normaal. En er is ook verder helemaal niemand in de spa. Dus wij hebben dit zwembad voor onszelf. Het is echt een hele mooie sauna hier. Volgens mij is het weer er al in gegaan. Oh, thanks. En hierachter heb je ook nog een hammam. Zeg je hammam of hammam? Correct me in the comments. Lekker douche. Wat mooi dit. Zo'n blad. I like that. Hierachter de hammam. How pretty. Ik word helemaal zin hier. Ah. Eerst een geschreven kaart moet je pakken. De kaart? Ja. Waar is een kaart dan? Het doosje. Huh? Het doosje. Wat? Het kleine doosje. Dit? Ja. Je trekt het niet goed. Ja, maar anders valt alles eraf, toch? Oh, je hebt een chappie jij, hè? Ja, dat was de bedoeling. Alleen jij trekt het weer op een verkeerde manier. Alles vloog eruit. Jij moet het weer op zoveel manieren openmaken dat het niet lukt. Alleen bij jou. Dat is zo schattig. Ik zag al zo'n pakketje binnenkomen van dit merk. Ja. Gaat ze kijken van wat voor merk het is. Ja, ik zag gewoon een pakketje. Ik dacht, waar is het van? Love you for life. Ah, oh, zo leuk. Al die foto's. Er zijn er nog twee. Waar dan? Daar. Dat is voor jou. Dat alles eruit ligt. Oh my god. Wat een verwennerij. Alleen maak jij het weer zo open dat het niet lukt. Echt iets voor jou hoor. Oh nee, zo leuk die mok ook. Je bent helemaal losgegaan. Nou. Zo schattig. Nou, mama en papa zijn rustig wakker geworden in Maastricht. En we hebben net lekker even ontbeten en gaan nu naar Landgraaf. Waar we dus naar Snow World gaan om samen te skiën en snowboarden. Echt super veel zin in. Ja, super. Iedereen is helemaal ready. Super veel zin in. Dus voor het eerst dat we samen gaan snowboarden en skiën, weet je. Ja, 14 jaar hebben we nooit samen gedaan. Nee. Ik wel zelf met vrienden, jij met vriendinnen. Ja, maar nooit samen dat we op de piste stonden. Duitsland, nu voor het eerst samen. Ja. Wel in Nederland, maar... Ik heb er helemaal zin in. Ja. Let's go go. Ik ga iemand even komen ophalen. We zijn net aangekomen bij Snow World. En we hebben net onze schoenen voor de skis zeg maar al gehuurd. Twee gaat snowboarden, ik ga skiën. En ik heb me heel snel even omgekleed in het pak. Die heb ik van mijn zus geleend. En die is van super dry en hij zit echt super lekker. Dus ja, ik ga nu meteen naar de pistes. Eerst even mijn skis halen en dan gaan we kijken of het verleerd zijn of niet. Good morning, het is de volgende dag en wij zijn weer thuis. We hebben het echt super leuk gehad gisteren in Snow World. Echt heel relaxed met z'n tweeën op date. En daarvoor ook in Maastricht was het echt heel relaxed. In het hotel hebben we lekker in de spa gechilled. En ja, gisteren dus gewoon de hele dag eigenlijk een activiteit gehad en dat was Snow World. Dus ja, we zijn weer helemaal een soort van opgeladen teruggekomen. En hebben het gewoon echt even nodig gehad met z'n tweeën weg te gaan.
En vandaag gaan we met 2 kiddo's op pad, met Lori en met Juna. Gaan we heel even naar Almere toe om voor de kinderen wat broekjes te scoren, want hun broekjes worden allemaal te kort. Dus ik heb mezelf daarvoor klaargemaakt. Ik ga die beneden even mijn outfit laten zien en dan gaan wij die kant op vertrekken. Dit is mijn outfit of the day. Ik draag een jasje van, volgens mij is het Stradivarius. De jurk is van Naked, zo'n lange jurk met een beetje zo'n wolachtige stof. En daaronder draag ik mijn Nike's. En deze sjaal die neem ik mee, die is ook van Naked. Dus dat is de look of the day. Ze zit al in de auto, dus ik ga nu snel erheen. We zijn aangekomen in Almere. We gaan even eten bij de Beren. Deen heeft meteen mijn vlees besteld als lunch. Het zal wel eens niet zo zijn. En deze mevrouw die is met ons mee. Wat heb jij? Wat is dat? Een aardbeien. Aardbeien-smoothie, hè? Aardbeien-smoothie, toch, dit? Wil mama proeven? Ja, is lekker? Ja, is goed. Ik ga proeven. Nou, het eten is gearriveerd. Ik heb een sandwich met pittige kip. We hebben tempura-garnalen, frietjes en deen natuurlijk weer. En mom vlees. Eet smakelijk. Nee. We zijn klaar in Almere. We hebben lekker churros gehaald. Je wil er ook in, toch, Joen? Doe nou. Kijk eens. Oh, nog even blazen, ja. En we gaan weer terug naar huis. En Nela eventjes ophalen onderweg. Ja. Terwijl we dit lekker gaan opeten. In de auto. Ja. Lekker doen? Is lekker? Oh, lekker churro. Lekker doen. We zijn intussen alweer terug van Almere. We hadden net Nela opgehaald bij mijn zus. En daarna toen hebben we de kinderen heel snel even wat eten gegeven. En in bed gestopt, want ze waren allebei zo moe. Juna die begon eigenlijk al keihard te krijsen vanaf het moment dat we wegreden vanaf Almere naar huis. En toen hebben we Nela opgehaald. Toen had ze ook echt wallen waar je u tegen zegt. En toen dachten we, nou, even wat eten. En ja, het werd alleen maar erger, hun gedrag. Dus toen meteen in bed gelegd daarna. En toen was ik net even bezig met de was. Want ik heb heel veel was liggen. En ook natuurlijk de nieuwe spullen die ik net heb gekocht. Waaronder spullen bij de Hema voor Lori. Die zijn echt te schattig. Die ga ik jullie ook even laten zien. En voor Juna en Nela zijn we ook super goed geslaagd. Dus dat ga ik jullie ook even laten zien meteen. Want de collectie nu bij de Zara voor de kinderen vind ik echt te cute. Dus ik laat jullie gewoon even de baby items zien. En die van Nela en Juna. En dan ga ik alles in de was stoppen. Want ja, alle kaartjes heb ik in ieder geval afgehaald. Dat was al het meeste werk. En dan is het gewassen en morgen lekker fris kunnen ze het aantrekken. En dit zijn alle items die ik voor de meiden heb gekozen. Voor Nela en Juna. Die zitten nu allebei in dezelfde maat. Hoewel Nela toch wel iets langere benen heeft. Alleen Juna is wat voller. Dus zij kan heel veel dingetjes van Nela ook aan. In maat 104. Maar met broekjes moet ik soms wel 110 voor Nela halen. Omdat haar benen gewoon wel wat langer beginnen te worden. En anders dan ja, komt het net bij haar enkels. En dat vind ik een beetje zielig eruit zien. Even kijken, heb ik dit setje gehaald, dat setje, dit jogging setje, deze met die broek. En dit vond ik ook een heel leuk setje, zo'n legging met een top met zo'n onderkantje. En deze is ook echt te cute. Dus dat is alles wat we vandaag hebben gescoord voor de ladies. Dus iedereen weer helemaal voorzien de komende tijd.